Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Naar Paramaribo of Suriname althans, want het gaat niet zo goed in het binnenland van Suriname, het achterland van Suriname. Het binnenland van Suriname lag maanden onder water. En ik zoek iemand die het binnenland vertegenwoordigt in de Nationale Assemblée, hoogste college van staat wordt het dan genoemd. Dat is de voorzitter van de BEP, Ronnie Asabina. Ronnie, wat is de situatie nu in het binnenland? Ik ben nu de koffiekamp in Brokopondo. De naam koffiekamp is een bekende naam in Suriname. Omdat onder andere op steenworp afstand zou je kunnen zeggen van dit dorp. Rose del Goldmine, haar activiteiten en ontplooien. Ik sta hier en ik zie al een van de mijnen van Rose del. Die is afgebakend. Maar waarvoor we hier zijn, de graman der Faramakaners, Albert Abouikoni, die vertoeft sinds dinsdag jongsleden in Brokopondo. Hij heeft uit eigen beweging, heeft het beneden Stuwmeergebied aangedaan om zelf zich te komen oriënteren over een wateroverlast en overstromingen als gevolg van overtollig water in het Stuwmeer. En hij heeft een aantal dorpen aangedaan en heeft het nodig en gevonden om een cruise te beleggen. Dat is een vergadering met zijn dignitarissen. Dat zijn die met zijn werkarmen. Daar heb ik het over hoofdkapitein, kapitein en basja. En die vergadering vindt nu plaats, de New Coffee Camp. In het kapitein Obert van der Kamp Kroete Osso. Hier vindt die vergadering plaats. Mm-hmm. En al die duur, ik denk dat de grama zo straks is aan het woord zal komen. Al die dorpen zijn aan het woord gekomen. En ze hebben hun problemen, hun uitdagingen, maar ook oplossingen voor problemen. Hebben ze gedeeld met het gehoor, maar ook met de vertegenwoordiging van de grama. Die zelf aan het hoofd van die delegatie deze meeting bijwoont. Mooi. We praten over gebieden die onder water lagen een paar weken of nog steeds, hè? Ja, die gebieden zijn nog onder water. En gisteren... Om hoeveel dorpen gaat het en hoeveel mensen zijn nu gedipeerd? Hoeveel slachtoffers hebben wij? Dus om die dorpen die fysiek water en last en ondervinden, dan praten we over dorpen als Balinsula, Taprupa, Driepada en Bosland. Die dorpen zijn geïsoleerd omdat het water in feite die straat, de weg die naar deze dorpen leidt, heeft een veranderd. In een rivier, want als die dorpelingen middels boottransport van en naar hun dorp moeten en gaan, dan begrijpt u wat voor situatie deze mensen moeten en ondervinden en meemaken. Maar Nieuw-Lambé is ook een dorp dat onder water is. En zo zijn er ook op en boven Stuwmeer heb je ook dorpen als het Sarakreet is een conglomeraat van drie woongemeenschappen. Dat is die andere dorpen, misschien heb je fysiek geen water in die dorpen. In die zin dat het geen en wateroverlast ondervinden. Maar al hun kostgrondje en inkomstenbronnen, ja, die hebben een schade van deze watersnood, als ik het onder die nummer moet brengen. En wat heeft Paramaribo gedaan? Wat heeft de regering gedaan voor deze mensen? Dus, tot nu toe wat de regering heeft gedaan is noodhulp. Noodhulp en aan de huishoudens die zijn getroffen. Maar die schade die ze leiden en als gevolg van fysieke hun onderkomen, dat er die en schade hebben en geleden, maar ook inkomstenbronnen, die schade. Ik moet zeggen dat men nog niet is gecompenseerd voor die zaken. Maar ook wat niet duidelijk is voor de woongemeenschappen, hoe
het water in die dorpen zullen zijn. Daar heb ik het over de waterstand. Wat gisteren wel is gecommuniceerd, ieder gisteren, is dat van die feestpeukleppen, van twee van die feest, de capaciteit van het water, van van het spillen, zal worden opgevoerd van 6 voet naar 10 voet. En dat zal plaatsvinden op dinsdag aanstaande, dat is overmorgen, en donderdag. Op die 2 dagen zal men de water toevoer vanuit het Stuwmeer naar de Suriname rivier. Die capaciteit zal worden opgevoerd van 6 voet naar 10 voet. Dat is formeel gecommuniceerd door Staatsolie met die woongemeenschappen. Hey, maar wie is aansprakelijk hiervoor? Waar komt die schade vandaan? Waar komt deze ramp vandaan? Want het is geen natuurramp, toch? Zoals wij al... Als we afgaan op wat Staatsolie zegt, eergisteren, vandaag is zondag, ja, vrijdag als ik het goed heb, of donderdag was het, ja, had Staatsolie een presentatie gehouden. Niet alleen Staatsolie, maar meerdere en actoren. De regering en CCS, Staatsolie, hebben allemaal een presentatie, informatie te delen met het parlement. En bij die gelegenheid hebben al deze actoren en ook de regering, inclusief de regering, als we moet concluderen wat men met het parlement aan informatie heeft gedeeld, dan moeten we deze watersnood zo haar oorsprong vinden in zaken die bekend staan als klimaatverandering. Maar ik vertoet niet in Brokopondo, als ik de mensen van Brokopondo, ja, moet aanhoren, hun inzichten, hun zienswijze, hun mening, dan zeggen ze, zingen ze in koor, ja, dat menselijk falen, nalatigheid van de beheerder van de Stuwdam, ja, dat dit ten grondslag ligt aan deze watersnood in termen van wateroverlast en overstromingen. Dus menselijke fout. Menselijk falen, ja. Dat zeggen ze. Ik ben niemand tegengekomen in Brokopondo die mij zegt van nee, de taal die Staatsolie praat, ja, wij kunnen ons terugvinden in die taal. De taal die de regering praat, wij zijn akkoord met die taal. Wij gaan akkoord met die taal. De taal die NCCS praat, ja, dat het de taal is. Ja? Dus we zijn niemand van Brokopondo tegengekomen die geloof daarin heeft. Dus moet er op een of andere manier compensatie komen? Iemand moet hier de verantwoording op zich nemen, toch? Dus we hebben, als we afgaan op wat aan informatie op die bewuste dag donderdag in het parlement met ons als parlementariërs is gedeeld, dan zegt de regering vrijdag zou men bijeenkomen om in stappen in die richting te ondernemen in termen van eventuele schadevergoeding, wie die compensatie zal trekken, hoe die compensatie eruit moet zien en wanneer zulk zal plaatsvinden. Dus vanaf vrijdag zou men daarover praten om eventueel deze zaken gerealiseerd te krijgen. Maar men is niet gezegd dat dat wel het geval zal zijn. Dan denk ja, ik... want in feite zou je zeggen er zou al een crisisplan moeten zijn met eventuele evacuatie, maar ook inclusief compensatie, financiële compensatie of materiële compensatie. En tot nu toe, ja, zijn deze zaken uitgebleven. Wat die gebeurde krijgen, wat die slachtoffers krijgen, is een bescheiden hulppakket. Dat kregen ze tot nu toe. Zonder vlees, ja, zonder groenten, voor mijn toiletpapier, wat zit er nog erin? 1-3 water van 12 of 24, 3 bokken, 5 kilo rijst. En uien, 1 blik bruine bonen, 1 blik doperwten. Dat is hoofdzakelijk de inhoud van zo'n pakket per huishouden. Ja. Ja. Ron, weet je wat ik denk? Ik denk, als ik namen hoor als New Aurora,
Nieuw Lombé, je zit nu in Nieuw Coffee Cup en nog meer nieuwe dorpen. Dat zijn voor mij dorpen die al eens, ik denk 60 jaar geleden, al onder water hebben gelegen en last hebben van wateroverlast. Denk de gemeenschap daar niet om die dorpen te verplaatsen, om te verhuizen naar hoger gelegen gebieden bijvoorbeeld? Want dit is niet de eerste keer, toch? Ja, want als je afgaat op wat als signalen komen vanuit de regering, dan zegt de regering van ja, men moet ook denken in termen van verhuizen, van verhuizing naar hoger gelegen gebieden. Maar wat je al eerder aangaf, al deze gewone gemeenschappen, op Balinsula is niet verhuisd, en nog één of twee in een woongemeenschap. Maar de rest, ja, zijn gemeenschappen, ja, die getransmitteerd zijn. Ja? En in feite, wat men had verwacht, of toegezegd aan deze gemeenschappen, of dorpen, die toezegging, ja, is in belangrijke mate niet bewaarheid. Dus die mensen, ja, die zijn bang, of zijn angstig, of geloven helemaal niet erin dat afspraken of toezegging die men nu zal doen, dat die gerealiseerd en zullen worden. Dus, nogmaals, wat we ooit over hoog moeten zien, is dat zaken als emotie, trauma, voor een deel weer naar boven komen. Dus daarom zeggen wij, de regering moet alles eraan doen, ja, om die rust, ja, terug te krijgen, te bewaren. Ja, wat ik al eerder aangaf, die informatie vanuit de overheid naar die samenleving toe van Brokopondo en omgeving, die informatie komt niet geloofwaardig over bij die mensen. Dus dat is een heel belangrijke uitdaging, ja, voor de overheid, voor de regering, ja, om beleid daarop los te laten. Want dat is heel belangrijk. Het vertrouwen, wederzijds vertrouwen moet er zijn. Vooral in tijden van crisis, in tijden van problemen, grote uitdagingen, zoals we die nu meemaken in delen van Brokopondo. Het verhaal is duidelijk. U bent bij een kroetoe, hè? Bij die vergadering is, ja, dat een kroetoe, is zo'n hele grote... Met de Gramander en het Aramakanes, al de Aboeikon. En dat is een koffiekamp, Nieuw Koffiekamp. Koffiekamp, ja, dat is verfijnd. Nu plaats in Nieuw Koffiekamp. Vanaf 1 uur zijn we bezig. Ja, ja. En wat wil het binnenland? Wat wil het gezag hebben? Eigenlijk, wat gaan ze eisen? Wat we zo'n beetje mogen aanvoelen, is dat men graag heeft of eisen van de Gramang als een traditionele leider, dat men Paramaribo, politiek Suriname, duidelijk moet maken dat die bejegening die het binnenland kreeg van politiek Suriname vanuit het beleidscentrum verre van ideaal is en dat men dit niet meer zal pikken. Men doet een dringend beroep op politiek en de Paramaribo of de regering, ja, het centraal gezag, ja, om, ja, die bejegening naar het binnenland fundamenteel te wijzigen. Wat men nodig heeft, wat men verwacht, ja, waarvoor men gaat, ja, is niet anders dan een menswaardig bestaan. Toekomstperspectieven. Ja, om dat met een voorbeeld te illustreren, de regering, of laten we zeggen I am Gold Roosevelt, die heeft toegezegd aan Brokopondo, wij zijn bereid een middelbare school te bouwen in Brokopondo. Maar wij als traditionele gezag van Brokopondo, we zijn al 3 of 4, 5 weken bezig uit te kijken naar een plek om die middelbare school op te zetten. Gelooft u ons, we hebben tot nu toe geen vrij domein kunnen vinden. Heel Brokopondo, nagenoeg heel Brokopondo, is bezet. Een belangrijk deel is in concessie uitgegeven. En dit is die bejegening die het district krijgt. En dat kan niet. Ja, dit wordt verworpen, dit vindt men barbaar, ja, dit vindt men ongehoord en men zegt, wij gaan dit niet meer pikken. Dat is die boodschap, ja, die als rode draad loopt, ja, door, ja,
de reacties van die, ik zou bijna kunnen zeggen, die conferentie gaan, de mensen die deze meeting in een nutans bijwonen. Ik vat het samen wat je nu zegt. Je zegt, een van die multinationals wil een middelbare school daar bouwen, opzetten. Ja? Maar er is, alles is weggegeven. Alle grond in Brokopondo zijn alles weggeven in concessie. Ja, toch? Ja, aan politieke vrienden en loyalisten, toch? Aan loyalisten, maar wat we nu bezig zijn... Jij zit daar in Hoogste College. Is het niet mogelijk dat jullie ze terugtrekken en terugbrengen in de boezem van de staat? Want wat gaat voor iemand die een bos heeft of een middelbare school? Het is mooi gezegd, het is ideaal, het is mooi gezegd, maar de realiteit is anders. Niemand anders dan collega Gayadin, die heeft recentelijk een open brief geschreven, als ik me niet vergis, richting president, om gedaan te krijgen dat er transparantie, ja, er sprake is van transparantie en controleerbaarheid bij het uitgeven van domeingronden. Want hij heeft aangegeven dat recentelijk heel veel concessie, bouwterreinen in Paramaribo en omgeving zijn uitgegeven buiten en wettelijke regels en procedures. Maar om terug te komen naar het binnenland, het is niet iets van recente datum dat het meermalen aan de kaak wordt gesteld, ja, van regering, dit is niet goed. Vandaar dat er ook vanuit het binnenland men te vinden is, niet alleen, maar ook reikhalsend uitkijkt naar het moment waar er een aanvang zal worden gemaakt met de behandeling van de wet en grondrechten. Want u ziet dat, niet van de grond komt, terwijl het een belangrijke speerpunt is, ja, het prioritair beleidsgebied van deze regering. Dat is erkenning, ja, wettelijke erkenning van die gronden waarop gemeenschappen langer dan 300 jaren wonen en leven. Oké, en die wet moet snel aangenomen worden in de assemblée. Of die is aangenomen, die moet uitgevoerd worden. Die wet moet zo as soon as possible behandeld worden. Aha. En ja, want tot nu toe zien we dat niet het geval is. En als we afgaan op reacties die komen van functionele groepen in het land, van belangenorganisaties, van beroepsorganisaties, dan zou je zeggen van nee, deze wet haalt het parlement niet. Omdat er allerlei akkefietjes, ja, allerlei op- en aanmerkingen worden geplaatst. En je vraagt jezelf af of de belangen hier niet een doorslaggevend zijn. Maar we hopen, want het is een politiek besluit dat genomen moet worden. Dus we hopen dat de regering zich focust op het algemeen belang. Het belang van die woongemeenschappen in het achterland. Ja, opdat er ook deze mensen recht hebben op een stukje toekomst, op toekomstperspectieven. Ik denk, Suriname neemt om dam over, maar Anoma-behering. Ja, dus dat is het. Dus jullie nemen dam over, een eigen beheer. Het is een sentiment dat leeft, ja, maar het is niet goed. Ja, staatsolie is een bedrijf waarop alle Surinamers trots zijn, vooral als we afgaan op het motto van het bedrijf. Ja, bouwen op eigen kracht, vertrouwen in eigen kunnen. En we hopen dat sentiment, die perceptie, ja, we verwachten, ja, dat die perceptie, het sentiment ook leeft onder de Surinamers, bij de Surinamers, wanneer het gaat om het beheer, ja, van het stuwmeer of de stuwdam. Maar tot nu toe hebben we gezien dat op dat gebied er enige een situatie zich voordoet die aanleiding geeft om te twijfelen aan dit motto wanneer het gaat om het beheer en exploitatie
van de spuwdam. Je zegt indirect Suriname kan het niet. Ja toch? Dat helaas moet ik zeggen dat ook steeds meer en meer ja, een mening is die aan het postvatten is bij delen van de bevolking. En ja. Ik denk dat dit, het is geen gezonde ontwikkeling. Nee. Het is geen gezonde ontwikkeling. We moeten, ik weiger om te geloven dat we niet in staat zijn als Surinamers om iets dat we overgenomen hebben, om ons dat eigen te maken, niet alleen, maar dat te perfectioneren. Oké, okay, duidelijk. En wat gaat er deze week gebeuren daar? Nog een keer, heel kort, je hebt het al gezegd, dinsdag, donderdag, voor de mensen die het gemist hebben. Ja, dus dinsdag en donderdag zal het afvoeren van water uit het Stuwmeer naar de Suriname rivier, die capaciteit zal worden opgevoerd van 6 voet naar 10 voet. En het gaat om 2 en een spuitkleppen. 6 voet naar 10 voet. Ja. Wat betekent dat voor de slachtoffers? Wat betekent dat? Iemand zei me, nog 1 voet nog meer is anderhalf hoger water staan. Wat is van waar is, weet ik niet. Ik heb geen technische en informatie heb ik niet. Maar degene die thuis zijn in de materie, die kunnen snel uitrekenen. Ja, maar Ronnie, 6 voet naar 10 voet, wat betekent dat, wat betekent dat voor het gebied? Logisch bekeken zal dat moeten betekenen dat het waterpeil gaat uitsteken. Stijgen. Ja, maar wat ik wel moet zeggen, dat vanaf eergisteren of vanaf vrijdag heb ik begrepen, de waterstand is afgenomen. Nu weet ik niet of met het open van deze 2 spreekleven in die zin dat de afvoer zal worden en opgetrokken naar boven. Of de waterstand van 5-6 dagen terug. Ja, dat we die terug in het zullen krijgen. Of dat het waterpeil meer zal zijn. Dus dat weet ik niet. Dus die technische informatie zouden we wel van. Ik hoop dat weet het weer, het bedrijf dat ook deelt met die gemeenschap, met name die gemeenschap van Brokkopondo. Want wat men aan informatie heeft verdeeld met die gemeenschappen, is nee van luister, we gaan 2 spuitkleppen, de capaciteit gaan we verruimen. En eigenlijk voor mij, en ook anderen die we ik kan plaatsen onder te zijn leken, ja, voor ons is dat, geeft dat aanleiding om angst te zijn. En dat we moeten dat niet doen. Ik denk, wat ik al eerder aangaf, die informatie moet helder zijn, die informatie moet eerlijk zijn, en die informatie moet effectief zijn. Die informatie moet niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn. Oké, okay, kort en zakelijk. Die komende vooruitzichten, hoe ziet het eruit voor het gebied? Dus ik weet het zelf niet. We hebben meermalen gevraagd van. In meteorologische taal, hè? Worden meer regen verwacht? Als we afgaan op die meteorologen, de materie deskundigen, dan zeggen ze dat er met medio augustus zal het blijven regenen. Okay. En als we afgaan op wat NCCR ons aan heeft gezegd, maar ook wat Tasoli heeft gezegd, maar ook wat de regering heeft gezegd, dan is het gevaar nog niet geweken. In die zin dat we op korte termijn, als we afgaan van die klimatologische omstandigheden, dat de situatie op korte termijn in positieve zin zal veranderen. Ik denk dat de almachtige is daar. Het is de mens die projectie maakt. Dus maar wij hoeven en verwachten. We blijven bidden ook dat de situatie in positieve zin en het zal veranderen. Wij gaan het blijven volgen, Ronnie. Ik dank je wel, voorzitter van de partij Broederschap Eenheid in de Politiek, BEP, in de Nationale Assemblée. Dank je wel voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. Dank je. Ronnie Asabina. Live. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.